We beginnen de video vandaag op een iets andere noot dan dat ik normaal doe. Ik heb namelijk sinds kort besloten dat ik weer graag wil streamen. En gisteren heb ik dus ook twee keer gestreamd op één dag. Ik heb daarmee dus een aantal keer draft gespeeld. Ik heb twee drafts gewonnen. Eentje op stream, een tweede niet op stream. Waardoor we dus nu nog die rewards hebben. En dus ook uh, zo gaan claimen. Vier wins achter elkaar. Eentje was een beetje zweterig. 1-0 uiteindelijk gewonnen. Maar uh, ja, de winst is binnen. En hopelijk krijgen we de beste rewards. die de slechtste rewards. We krijgen een mega pack. Een zelfs een goud pack. En een goudspelers premium pack. Dat is eigenlijk... Helemaal niet slecht. Dat is volgens mij een van de beste rewards die je kan krijgen. Want ja, meestal krijg je twee 25k uh, twee 5k packs. Of twee van die zeldzame goud packs waar je ook niks in hebt. Maar dit is toch best prima. We kunnen hier dus mogelijk mogelijke team op de season net krijgen. We beginnen meteen met een kaart waar we niks in hebben. Niet zo'n heel grote verrassing, want de laatste tijd is mijn packluck echt totaal afwezig. Piatti als beste. Maar ik probeer nu vooral te letten op het houden van al die gouden zelfs met La Liga kaarten. Want die zijn dus nu twee kappen stuk. Puur omdat er zo'n La Liga upgrade is. En ik heb letterlijk zoveel mensen gezien. die daar een zieke team of de seasons uit kregen. Mensen die in vijf packjes drie team of the seasons kregen. En uh, zo door. We kregen hier wel een boordekaart. Ik begon al een beetje hard te worden. Maar helaas is het geen walkout. We krijgen hier Goondugan, wil ik zeggen. Maar het wordt uiteindelijk niet Goondugan. Maar Goretschka. Maar ik let dus nu speciaal op die kaarten. Want die zijn heel veel waard. Uh, puur omdat die dus zo erg goed zijn qua SBC's. Die upgrade packies. Want je krijgt twee spelers. Van 22 plus een rating. Meestal krijg je ook daadwerkelijk twee kaarten van 32 rating. Maar soms krijg je ze team of the season. Ik heb er nog geen gepakt, Maar ik ga het wel nog proberen. Pavlenka, Cragno en Lukaku. Deze kaarten ga ik dus nu bewaren. Want die heb ik nodig voor wanneer er een serie A variant komt. Want dan kan je namelijk uh, waarschijnlijk een team of the season Ronaldo packen. Uh, allemaal andere zieke team of the season. Want de serie A lijkt me echt een goede competitie. Waar veel kaarten uitkomen waar je wat aan hebt. Lautaro Martinez krijgt een zieke kaart. Vast al een paar centerbacks die ik vergeet. We krijgen hier tot nu toe wel veel bordenkaarten. Maar geen wildcouts. Heb ik dus niks aan. Spaanse vlag. Uh, ja, het is geen specifieke kaart van de La Liga waar ik heel blij van word. Het wordt namelijk Rauw Albiol. Wel veel zelfs kaarten van de La Liga. Dat is dus wel mooi meegenomen. Gaan voor twee kaarten per stuk. Rauw Albiol ga ik naar de transferlijst sturen. En deze jongens gaan we tot slot dus En dan gaan we door naar het deel van deze video waar ik toch wel... Heel erg hard voor ben. Zoals je ziet heb ik namelijk mijn kaarten weer verkocht. Jago Carlos voor 680k. 200k verlies heb geleden. Mason Green moet een kleine 5k verlies. En Firmino 20k verlies. Dus die vallen allebei wel mee. Komt dan uit op 1,6 miljoen. En je vraagt je misschien af: Matthijs. Waarom heb je dat in godsnaam gedaan? Nou, er komt een SBC uit in de vorm van Eder Militao. Eder Militao is een van de beste centerbacks in de hele game. Hij is altijd mad daar geweest. Al vanaf zijn rote de final kaart. En puur vanaf het begin al. Met zijn normale gouden kaart. Vandaar dat ik dus natuurlijk die t season moest halen. Helemaal vanwege zijn directe link met Sergio Ramos. Deze SBC-link is fantastisch. En momenteel een van de beste die ik kan halen naar mijn idee. Sergio Ramos vind ik namelijk de beste rekspack die ik tot nu toe heb gebruikt. Vanwege zijn kracht, zijn lengte en zijn algemene aanwezigheid op het veld. Beter dan op centerback, waar ik hem zelf. Niet zo heel chill vindt. Eder Militaal komt dus hier dan. Kan ik hem linken met Fernandinho. Die ga ik uiteindelijk nog vervangen. Dit is een pure uh, tussenoplossing. Ik wil uiteindelijk Team of the Season allan gaan halen. Ik heb zijn inform namelijk zo lang gebruikt. En ik wil heel graag overstappen naar zijn Team of the Season. Maar dat komt dus zodra het Serie A Team of the Season komt. En moet ik het nu uh, met Fernandinho doen. Ook niet de misselijkste stats. Goede stats op papier. We gaan kijken of dat uh, in-game ook een beetje goed presteert. En daarnaast heb ik twee kaarten die ik getest heb in drafts. En daar zo... Overtuigd was van de kwaliteit dat ik ze moest gebruiken in mijn aankomende team. Team of the Season Giovinco heeft mij dus vernederd... van in de weekend league een aantal keer dat ik hem wel moest kopen. Na aanleiding van zijn prestaties tegen mij. Hoog normaal werktempo, viester skills, viestere foot En deze stats. Wat toch wel ziek is voor een Kati en nog geen 300k kost. 99 lenigheid, balans, ook zieke dribbling in het algemeen met hoge reactie, zelfbeheersing. Goede passing met 99 effect, wat dus een geweldige financials worden. Afmaken, 99 met positionering dankzij de sniper chemstyle en dan ook nog 94 pace. Voor Vizek had hetzelfde. Ik had hem in de draft gebruikt, vond hem toen zo ongelooflijk goed. Ik speel hem uiteindelijk op 8 chemistry wanneer hij 10 potjes gespeeld heeft, maar zelfs dan krijgt hij heel goede stats. Zodra ik 10 wedstrijden met hem gespeeld heb, krijgt hij 8 chemistry. Dan heeft hij ook 99 afmaken en uh, 98 positionering. Daarnaast heeft hij ook 99 lenigheid, balans en hoge dribbling, net als Giovinco. Maar het voordeel, hij kost net 100k. Alleen al van die ene draft die ik met hem gebruikte, wist ik dat hij de kaart ging zijn in mijn team. Je kan hem eventueel zelf ook op 100k krijgen. Als je 1 militaal hier haalt, kan je op rechtsback een Mariano halen. Dat is ook een team op de season uit de Super League. En uh, dan heb je ook iedereen op full chemistry. Je kan Visa ook gewoon op full chem krijgen. Dat is niet zo heel moeilijk om te doen. Wat je dan moet doen, is je moet Helemilitao halen. of een andere Braziliaanse centerback. Uh, Tion Season, Jacob Carlos. Miranda, zoals je hier ziet. of alle andere opties. En dan moet je op rechtsback Mariano halen. Dat is een, een rechtsback uit de Super League. Kost niet veel. 70-80k. Goede stats. Maar ja, ik vind de beeld van Ramos in-game wat fijner. Vandaar dat ik bij Ramos blijf. Maar als jij dus per se iedereen een full camel hebben, moet je Mariano halen. Dus iedereen volledige chemistry. Als de rest van je team ook volledige chemistry is. Maar om militaal vrij te spelen, moeten natuurlijk de allerlaatste SBC nog voltooien. Ik heb de eerste twee al gedaan. De derde moest ik een 88 algemeen team voor inleveren. En 55 teamgeest. Dit is niet cheap. Dit kost 160k. De hele SBC kost 550. Maar ik vind dat op zich een vrij eerlijke prijs, als ik eerlijk ben. Want Diego Carlos kost 700k. Deze is dus 150k cheaper. En je moet nagaan. Dat El Militao, ondanks dat hij een tradable is, veel makkelijker te linken is. El Militao speelt namelijk bij Real Madrid. En die heeft nou eenmaal gewoon veel betere kaarten die je makkelijk kan linken. Sergio Ramos uh, denkt er bij een man die op middenveld linksback of een andere special card die het gehad. Uh, Marcelo. Heel veel opties. Waarbij El Militao gewoon veel meer shined. Dan dat Diego Carlos doet. Vandaar dus dat ik het een heel eerlijke prijs vind. Dat je 500 k kabel moet neertellen als je niks in je club hebt. Je kan desnoods ook. Uh, je rode kaart gebruiken van de Fit Champions Rewards. En dan bijna nog minder kwijt. We krijgen er dus een mega-packie voor. Maar nog belangrijker. We krijgen 1 Militau flashback kaart. Ik vind sowieso het flashback design uh, dit jaar een van de beste in de hele game. We gaan er zo anker op zetten. Maar eerst gaan we nog even het mega packie openen. En deze kaart uh, packen. Hier komt hij dan. 1 militauw. Nogmaals, wat een zieke stats. Leuke Dynamic Image. Ik hoop dat hij mij ver gaat brengen in de weekend Met het nieuwe team gaan we met de volgende formatie spelen. De 4-2-3-1 met Neymar in de spits. Ik heb altijd Ronaldo gehad. Nu wil ik Neymar vanwege de 5-sterren week En het feit dat Giovinco een beter uitgangsvermogen heeft dan Neymar. Vandaar dus dat Giovinco mid komt. Fisha links attacking mid. En Pele rechter attacking mid. Tot slot hebben we dan ook nog de 4-1-2-2. En daarom speel ik met Pele op mid. Giovinco spits samen met Neymar. Met Fischer erachter op centrum mid. Ik merkte namelijk dat ik met mijn team met Firmino heel wat problemen had met de werktempo's. Vandaar dat ik nu terug ga met Fernandinho met medium-high werktempo. En dat ik uiteindelijk land ga halen met dezelfde rates. Deze kaart is namelijk qua stats ook echt fantastisch. 90 pace, nog verhoogd met de Anker Camp. Style. 96 reacties, 38 zelfbeheersing. En vooral hij heeft goede dribbling voor een centerback. 32 lenigheid, 80 balans. En dat gepaard met 99 staande tackles, 99 verdedigend inzicht en sliding. Met ook hoge kracht, agressie en springen. Deze kaart is fantastisch. Ik hoorde van velen al heel positieve dingen. En wij gaan dus ook dadelijk in-game kijken of hij de moeite waard is. Tot slot nog een mega-pack als laatste pack. Daar krijgen we niks uit. Eigenlijk altijd borden gekregen. Nu als laatste pakketje niet. We krijgen nog wel een serie A zeldzame kaart. Die ik dus ga bewaren voor wanneer ik hem nodig heb. En de rest we naar de club ook. En dit discarden we. Mijn tegenstander een best vriend met team: Edel Militao en Sergio Ramos. Team of the Season Robertson met in de aanval Benau de Silva, Adam Traalé en Lucas Moura. Leuk teampiet, We gaan kijken wat het mee kan doen. Oh ja, hier komt Edemilitaal, komt daar wel goed tussen en daardoor is de aanval in de kiem gesmoord. Ik heb vier nieuwe namen, in mijn team. Dat is altijd een beetje wennen. Ik hoop dus niet dat ik nu uh, als een echte staatsbogol nu stomme dingen ga doen. Giovinco daar met de heerlijke loopactie. Paas van Neymar, ook tip top in orde. Ik wil eventjes een eerste doelpuntje maken. Paas is goed op Neymar. Daar komt Fischer net uit een buitenspelpositie en kan hieruit halen. En dat is bijna een doelpunt in de redding van Areola. Kopballetje van Edemilitaal, mag ook. Heerlijke kopbal en een doelpunt vanuit de corner. Dat zie ik niet vaak. Maar hele Militao laat het meteen zien. Heerlijke kopbal, heerlijk doelpunt en de 1-0 is een feit. Oké, okay, de verbinding is verbroken. Militao is met een 8,2 als de grote man in deze wedstrijd. En door naar wedstrijd nummer 2. Mijn tweede tegenstander heeft een heel prima team. 99 de bruine Son Richarlison. Ik kan niet beloven dat ik dit ga winnen. Maar ik kan hier wel zien of ik Edemilitao en Fischa net als Giovinco mijn team moet houden. Ik heb het team nu een beetje omgegooid. Ik heb uiteindelijk Pele in de spits gezet. Blijft toch wel ook een zieke icon die ik heel graag gebruik met het geplaatste schotkenmerk. En heb ik dan nu Giovinco op red aanvallend met Fischa linker aanvallend mid. En dan aanvallend mid uh, in het centrum. Nee, maar. Fischer aan de bal. Door naar Neymar of Pele. Het wordt uiteindelijk dan Pele. En dan kunnen we hier uiteindelijk iets mee doen. Via een voorzet komt bij Giovinco terecht. Maar die kan natuurlijk voor hem mee te koppen. Daar komt hij dan Pele. Heerlijke paas van Neymar. Kunnen we gewoon teruggeven. Ja, natuurlijk doen we dat. En dan nu uithalen en scoren. Nee, ter Stegen stopt hem. Oké. Okay, maar je komt wel van tweede kans. Anders naar Pele toe. En nu moet hij wel een goal zijn. Is ook daadwerkelijk de 1-0. Het was een mooie aanval. Had ik misschien in eerste instantie al mogen scoren. Komt hij dan door naar Giovinco? Wat kan hij doen? Hij komt natuurlijk vanaf de flank en heeft dan iets minder makkelijk de kans om te scoren, maar kan natuurlijk passen. De dribbeling is in ieder geval goed en de assist is ook daadwerkelijk daar heerlijk. Die dribbeling, nee die balans, nee nee die lenigheid. Wat is dit een aal aan de bal? Nee maar dan weer. Daar komt ook Vicia. Ik wil eigenlijk hem nog een beetje in het zonlicht zetten. Kijk of hij wat kan doen. Anders moet ik dadelijk zeggen dat hij de slimiel van het elftal wordt. dus hij komt hij met het schot en die wordt helaas gestopt door de Stegen. Militao, laat maar weer eens even je verdedigende actie zien. Moet hier Son tegenhouden? Lukt dat hem ook? Uh, daar komen we nu achter. Jazeker, wat een heerlijke tackle. Houdt zomaar eventjes Son van de bal alsof het niks is. Militao, houdt die band van de bal af. Lukt hem prima. Uh, Alisson die weet het weer te verprutsen. Waardoor nu alsnog gevaar is. Maar gelukkig is Blank daar. Blanky door naar Fernandinho. Daar komt Fischa uit de linkerflank naar voren gerend. En dan nu De Paas. Jazeker, hij heeft ook een assist op zijn naam staan. Zo heeft iedereen dus gepresteerd. Fischa. Ik moet misschien nog een beetje aan hem wennen. Maar je ziet wel, zijn uitleidingsvermogen is chill. Neymar is kapot. Net als Fernandinho. Deze jongens kunnen nog lekker de hele game rennen. Het ziet er naar nou uit dat mijn tegenstander een beetje klaar mee is. Hij staat hier met zijn doelman en hij doet niks meer. Dus dit is lekker de 4-0. Die pakken we even mee voor die Division Rivals puntjes. Maar ja, de game is wel zo goed als gespeeld. Ik denk dat mijn team best wel weekendly klaar is. Twee keer de nul gehouden tegen toch best wel aardige teams. Vooral deze man. Team of the seasons overal. Militao krijgt een 8. Onze beste man Blanke 9.5 met Giovinco en Fischer ook allebei heel goed gepresteerd. 4-0 tegen dit team. En hij heeft 0 schoten op doel. Een beter bewijs kan je denk ik niet zien over hoe goed Militao is. Net als de rest van mijn verdediging overigens. Maar Militao, wat een kaart. Twee heerlijke potjes. Eén Militao met een goal. En ik moet zeggen dat mijn team er toch heel goed uitziet voor de aankomende weekendleague. Fischer de enige persoon waar ik een beetje aan moet wennen. Misschien dat ik hem even op 8k moet krijgen en dus de eerste 10 potjes met hem moet spelen. En dat hij dan... Wat beter presteert. Voor nu voelt hij een beetje lomp aan de bal. In ieder geval niet 99 balans en 99 lenigheid. Maar goed, sommige spelers moeten even op gang komen voordat die echt goed spelen. Dus wie weet is dat bij Visha ook zo. Gio Vinko, een geweldige kaart. Ik heb hem dus ook zowel aan de flank gebruikt als centraal in de spits. En dan val ik mid. Ik moet zeggen dat hij op alle posities wel uit de voeten kan. Met zijn 98 dribbling kan hij letterlijk alles. Met zijn angstvermogen ook. Dus je moet kijken wat hij voor jou goed speelt. Maar ik moet zeggen dat ik erg genoten heb van hem aan de rechterflank. En in de spits. Fernandinho is verrassend goed. Ik had het eigenlijk niet verwacht. Zijn dribbling is dus het enige minpunt. Lage lenigheid. Niet de allerbeste dribbelen. Ook al is het nu steeds gewoon 85. Hij voelt wat lomp aan in de bal. Maar je merkt niet heel veel van met de snipercamps. Zoals de geweldige verdediger mid. En ik denk ook de beste die je kan halen voor de coins. Totdat Alander is. En Militao. Ja, wat een ongelofelijke kaart. Echt oprecht. Hij is sterk aan de bal. Hij komt overal tussen. Hij kan goed tackelen. Hij kan pasen, dribbelen, rennen. Het is zo'n fantastische centerback En ik denk dat dit een van de beste is die je kan halen voor de coins. Helemaal omdat hij maar 500k kost en goed te linken is. Hij zorgt ervoor dat Sergio Ramos op full cam komt. Ik kan hem dus linken met alle Brazilianen en alle mensen de La Liga, waar ook veel opties zitten. Dus Militao, haal die gast. 500k, ik heb er geen spijt van. Binnenkort ook mijn playerpicks. Dan hoop ik Diego Carlos te krijgen. Dan kan ik namelijk Miranda in mijn team halen. Dan heb ik een centerback paar van Eden Militao en Diego Carlos. Ongelooflijk goed te papier. We gaan eens dus kijken of dat gaat gebeuren. Of dat ik dadelijk twee van die trash kaarten krijg uit de La Liga. We zijn hiermee wel aangekomen bij het einde van deze video. En daarmee wil ik jullie heel erg graag bedanken voor het kijken. Je kunt nu links boven een meestal de video zien. En rechtsonder een random video die je misschien nog niet gezien hebt. In het midden vind je ik nog of als je nog niet geabonneerd bent. En dan zie ik jullie bij de volgende video, jongens. En tot die tijd, ik later, mensen.